deze politieauto crashte zondagnacht tegen een boom. Twee agenten raakten daarbij gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis in het buitengebied van Bergijk. Even verderop waren collega's bezig met een onderzoek nadat er knallen waren gehoord in de buurt van visvijvers. De agenten gingen af op een verdachte auto, maar zijn daarbij tegen een boom geklapt aan de zijkant van een zandweg. Dat gebeurde nadat een agent de macht over het stuur verloor nadat hij door kuilen reed. Ze hebben de verdachte niet te pakken gekregen.